Ja, dat debat vanmiddag, dat was voor mij wel heel herkenbaar. Het gaat er natuurlijk om op welke manier kunnen vrouwen meer werken. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn nu de belemmeringen? En heeft de economische crisis daar nog invloed op ook? Ja, ik zelf geloof van niet, want het gaat om een conjuncturele crisis. De kern van het verhaal is het nou... Zoals Marion Bolwijn in haar boek schrijft, is het eigenlijk wel heel erg goed gesteld met de Nederlandse vrouwen. En de manier waarop zij juist in deeltijd arbeid en zorg kunnen combineren. Of wat Helene Mees vindt, die noemt dat deeltijdgeneuzel. Moeten vrouwen gewoon fulltime aan de slag. Dat is de enige manier waarop ze kunnen doordringen naar de top. Of de samenhang tussen arbeid en zorg goed geregeld is? Nee, ik denk dat er wel wat punten zijn waarop daar verbetering zou kunnen zijn. Ik denk aan de schooltijden. Ik vind de markt voor persoonlijke dienstverlening belangrijk. Ik woon zelf in New York. Daar zie je een heleboel nannies. Daar zie je een heleboel allerlei diensten worden aangeboden. Stomerijen. Het is heel makkelijk en niet al te duur om buiten huis te eten of eten te bestellen. Dus ik zou willen dat Nederland in die zin meer op New York zou gaan lijken. Nou, ik vind dat in Nederland het voor vrouwen bijzonder moeilijk is om arbeid en privé te combineren. Maar dat is niet alleen voor vrouwen, dat is ook zeker voor mannen zo. We hebben in Nederland toch nog een moederschapsideologie waarin het voor vrouwen heel raar is om meer te gaan werken als ze een kind hebben. En voor mannen heel raar is en ben je eigenlijk een soort ambitieloze kneus als je minder wil werken. En we hebben ook nog de manier waarop werk georganiseerd is in Nederland bevestigt dat heel sterk. We hebben een heel erg traditionele inrichting van arbeid in die zin dat je vooral afgerekend wordt op aanwezigheid. En niet zozeer op output. 65% van de vaders geeft aan meer thuis te willen zijn, meer zorg voor de kinderen op zich te willen nemen. Dat moeten ze dus ook gewoon afdwingen.